Beste inwoners van de gemeente Tiel, hoe gaat het met u? Wat is er in ons leven veel veranderd, in korte tijd? Wat eerst zo normaal leek, kan niet meer. Naar school, naar de sportclub of op bezoek bij oma. Afstand houden, terwijl we juist nu contact willen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Velen van u hebben zorgen. Zorgen voor nu, maar ook zorgen voor de toekomst. En ik begrijp dat. Al die maatregelen met die enorme impact zijn helaas noodzakelijk. We doen er alles aan om zo de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het is goed om te zien dat u zich aan de maatregelen houdt. Blijf dat ook doen. Hoe moeilijk dat ook elke dag weer is. Het landelijk besluit om het bezoek aan de verpleeghuizen stop te zetten is noodzakelijk, maar voor velen erg verdrietig. Ik leef mee met alle zieken die in onze verpleeghuizen verblijven. En natuurlijk hun familie, partners, kinderen, kleinkinderen. Tegelijkertijd zie ik gelukkig mooie en hartverwarmende initiatieven ontstaan om elkaar te helpen, de zorg en ondernemers te steunen. Ik heb daar grote waardering en respect voor. Zo ken ik Tiel ook. Vele vrijwilligers zijn altijd actief in onze stad en onze dorpen. We ondersteunen de initiatieven waar mogelijk en waar nodig. Samen met Mozaïek Welzijnswerk werken we aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Hier op het gemeentehuis is ook veel veranderd. Elke dag komen we met een crisisteam bij elkaar om alles in onze stad in goede banen te leiden. We voeren de landelijke maatregelen uit, kijken naar het verloop en handhaven waar nodig. Veel mensen in onze organisatie zijn hiervoor keihard aan het werk. Ook regionaal ben ik actief in het crisisteam, waar we maatregelen met elkaar afstemmen. Samen met de wethouders sta ik ook in contact, in nauw contact met vele organisaties, instellingen en inwoners in de stad. Zo brengen we samen in beeld wat de gevolgen zijn van de maatregelen. Naast de enorme inzet voor het coronavirus loopt de dienstverlening vanuit het gemeentehuis zoveel als mogelijk door. U kunt nog steeds uw rijbewijs verlengen of aangifte doen van een geboorte. Maar ik vraag ook wel uw begrip. Begrip omdat niet alles gewoon door kan blijven lopen. We houden u op de hoogte. Via onze website, social media, Twitter, Facebook en de krant. Ook mensen in de zorg zijn nu bezig met een enorme klus. Hier in Tiel, in het ziekenhuis, bij de huisartsen, in de thuiszorg en in de verpleeghuizen. En wat leveren de leerkrachten? Een geweldige inspanning. Ik heb daar respect voor. Net als voor de medewerkers bij de hulpdiensten en de afvalverwijdering. En voor de mensen die ervoor zorgen dat onze dagelijkse boodschappen kunnen blijven doen, zoals de vrachtwagenchauffeurs, vakkenvullers en kassamedewerkers. Deze mensen zijn dag en nacht voor ons aan het werk. Dank jullie wel. Voor ons als volwassenen is het al bijna niet te begrijpen wat er nu gebeurt. Laat staan voor kinderen. Buitenspelen kan wel, maar in kleine groepen en elkaar niet aanraken. Bespreek dit ook met uw kind en leg uit waarom. Merkt u dat uw kind bang is en wilt u tips hoe u daarop kunt reageren, of wilt u weten hoe u uw kind kunt begeleiden bij het thuiswerken voor school? Weet dan dat u altijd kunt bellen met onze wijkteams en natuurlijk met de school van uw kind. De maatregelen hebben ook grote gevolgen voor bedrijven en ZZP'ers.
Sommigen hebben helemaal geen inkomsten meer, terwijl de uitgaven wel doorlopen. Ik hoop dat het noodpakket van de Rijksoverheid enigszins geruststelt, al zullen dat niet alle zorgen kunnen wegnemen. In aanvulling hierop hebben wij ook lokale maatregelen genomen. Zo is de betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers tot 31 augustus uitgesteld. Ook ondersteun ik van harte de oproep van de ondernemersverenigingen om bij het kopen en consumeren juist aan onze Tielse ondernemers te denken. Blijf goed letten op elkaar, vooral als u iemand kent die het zwaar heeft of eenzaam is. Misschien is het niet altijd mogelijk om op visite te gaan, maar een keertje vaker bellen of een kaartje sturen, dat is ook heel fijn. Ik wens onze inwoners die besmet zijn met het coronavirus alle sterkte toe. En ik hoop dat zij snel weer beter zijn. Beste Tielenaren, hou hoop en vertrouwen. Samen komen we hier doorheen. Met hartelijke groet.